Waarom stoppen we voor een rood licht? Waarom is een meter overal even lang? Waarom kunnen we mails verzonden via Outlook lezen op een MacBook en een iPhone? Hoe weet je of een website veilig is of niet? Dankzij standaarden. Standaarden maken ons dagelijks leven en ons onderwijs een stuk eenvoudiger. Binnen digitale leeromgevingen wordt volop gebruik gemaakt van open standaarden om gebruikers toegang te geven, gegevens te ontsluiten en leerinhoud te delen. Dankzij open standaarden is dit veilig, snel en betrouwbaar. Daarnaast zorgt het gebruik van open standaarden voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Maar welke standaarden vraag je uit als je educatieve applicaties wilt inkopen? Er zijn ongeveer 30 standaarden toepasbaar in de leeromgeving. Te veel standaarden uitvragen levert vaak dure en technisch complexe applicaties op. Ook sluit je mogelijk innovatieve nieuwe applicaties uit. In essentie zijn er 8 veelgebruikte standaarden in een digitale leeromgeving die gegevens ontsluiten en gebruikers toegang geven. Gebruikers laten aanmelden verloopt via SAML of OpenID Connect. SAML deelt de identiteit, attributen en rechten van gebruikers met andere internetdiensten. Met OIDC volstaat 1 authenticatie om je aan te melden bij meerdere diensten, zowel webapplicaties als mobiele apps. Ideaal als je inzet op mobiele gebruikers. LTI of Open Onderwijs API worden gebruikt om veilige informatie uit te wisselen met externe partijen. LTI is vooral bedoeld om educatieve applicaties te voorzien van informatie bij het opstarten van de applicatie. OOAPI kan educatieve applicaties en portalen op een gestructureerde wijze van onder andere gepersonaliseerde gebruikersdata voorzien. Voor het uitwisselen van datasets van studenten of resultaten gebruik je LIS. Met LIS koppel je bijvoorbeeld het studenteninformatiesysteem aan het Learning Management Systeem en kun je nieuwe gebruikers aanmaken in het Identity Management Systeem. Een handige en populaire subset van LIS is de One Roster standaard. Deze standaard wordt samen met SURF verder ontwikkeld naar IMS Edu API. En tot slot zijn er nog X-API en Caliper Sensor API. Die brengen het gebruik van je educatieve applicaties in kaart. Zo kun je Learning Analytics uit diverse bronnen verzamelen en opslaan in een Learning Records Warehouse. Kortom, plan vooruit en maak bewuste keuzes als je applicaties aanbesteedt en aanschaft. Kies bij standaarden met gelijke functionaliteit voor 1 van die standaarden, niet allebei. En kies alleen voor de open standaarden die voor jouw digitale leeromgeving echt het verschil maken. Het resultaat? Een toekomstbestendige digitale leeromgeving voor studenten en docenten. Meer weten? Bezoek onze website.